Het lijkt net of dat er een kent wordt afgenomen van je. Zo, uh, zo kan ik het gevoel best omschrijven, denk ik. Zo voelde gij zich vorig jaar. Toen kwam het nieuws dat hij en zijn compagnon na 20 jaar geen borrelten meer mogen organiseren tijdens de kermis en carnaval. De vergunning daarvoor is de komende jaren verleend aan Stichting HEC. Maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en komen vanaf woensdag groots terug. Nou, van woensdag tot en met zondag uh, organiseren wij het, uh, voor de eerste keer het zomerfestival in Wijchen, uh, achter in de kasteeltuin. Het is zeker anders dan de borreltent. De borreltent was echt een feesttent tijdens de kermis en de carnaval. Uh, en dit wordt echt meer een festival opzet met een open karakter. Toch wordt de borreltent nog altijd gemist. Ja, die missen we zeker. Die missen we zeker. We hebben het natuurlijk lang gedaan. De borreltent als Zieg heeft zo'n uh, goede 20 jaar uh, bestaan. Maar... Um... Hoe lang we hiermee bezig zijn geweest, des enthousiaster wordt je ook weer over dit nieuwe concept. En uh, ja, hier kunnen we ook volledig weer onze energie in kwijt. Ja, woensdag beginnen we met het kinderfestival. Uh, donderdag gaan we door met O'Gene, ja, ons open zoals zo zien wij het zelf. Vrijdag hebben we de grootste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Zaterdag gaan we door met de Tribute Night. Super, super gave avond met Queen Must Go On en de Stone Session. En zondag gaan we natuurlijk onze, onze reunie met de Paard Paardborreltent. Het ja, gevoel van, van die zondag is uh, ja, echt het Wiegische gevoel, zeg maar. dus voor het publiek waar wij altijd uh, jarenlang uh, de kermis en de carnaval voor gedaan hebben. Uh, ja, onze trouwe bezoekers, die verwachten wij die zondag weer, uh, weer terug op ons festival.